The Rider is, mijn, ja, is, is een persoonlijk project, ja. Dat is mijn vierde film in de US. Na Diary of a Teenage Girl hebben we een heel kleine indie LA hipster romcom gedaan. Dat heette Between Us. Dat is met Olivia Thirby en Ben Feldman. Dat hebben we verkocht aan IFC. Dat is een independent distributeur, denk wel een kleinere distributeur. Die film heeft een release gehad in New York en in LA een klein beetje. En is dan vooral daarna op online platformen gezien geweest. Na Between Us hebben we een film gedaan. Weer een actrice die debuteerde als regisseuse, zoals Marie Heller. En zoals we nogal gedaan hebben in België. Dat was Sundogs. Dat is de film van Jennifer Morrison. Jennifer Morrison is een redelijk grote actrice in de US, vooral in tv. Die heeft, hier kennen de mensen die van House. Die was jaren de sidekick van House. Hoeveel seizoenen lang dat gelopen heeft. En die is net gestopt in de US met een grote reeks. Dat heette Once Upon a Time. Dat is een grote teenager reeks. Fantasy. Games of Thrones-achtige, maar voor tieners. Ja. Dat loopt op ABC en dat loopt heel goed. Dat heeft ze 8 seizoenen of zo, of 7 seizoenen gedaan. Dat was haar regiedebuut. Dat hebben we gefilmd in 2016. Ja, dat klopt echt, 2016. Voor de zomer. En die film hebben we nog maar net verkocht aan een grote Amerikaanse streamingdienst, waar ik de naam nog niet van mag zeggen, maar je kunt dat wel zelf invullen. En dan The Rider, die hebben we, dat is onze vierde film. Die hebben we gefilmd vorig jaar en hebben eigenlijk klaargemaakt voor Cannes. En die eigenlijk, het was een ongelooflijk verhaal, die hebben we, ik weet nog heel goed, dat we de FedEx slip met de datum waar we het aan de FedEx-man gegeven hebben. En ik denk, binnen de 36 uur hadden we antwoord van de kern zijn dat ze de film namen. We hebben er nog een foto van. Dus daar hebben we, met de Rider hebben we dan de kern zijn gedaan. Daar hebben we ook de kern zijn mee gewonnen. Daarna is die film geselecteerd voor Telluride. Heeft Toronto gedaan, heeft ondertussen nog Deauville Filmfestival gewonnen. We hebben Toronto gedaan, hij was net vorige week in het New York Filmfestival, het Lincoln Center. En ondertussen heeft hij nog het Festival van Reykjavik gewonnen en het Festival van Athene. Wow. Dus het gaat echt hard met die film. En als je de festivalselectie ziet, dat zijn allemaal, Telluride, Toronto, New York. Dat zijn allemaal heel grote festivals. Dus dat is wel super fijn. Ja, ja. Een film die mij heel. Ja, dat zijn wel twee thema's. Ik woon al sinds bijna 5 jaar nu in de US. En de Native Americans en die hun geschiedenis en hoe dat die nu leven in de US is wel iets wat mij heel hard boeit. Ik vind dat enorm schrijnend wat er met die mensen gebeurd is. Ik ben met deze film terechtgekomen eigenlijk omdat wij een documentaire maakten over een van die Native American Chiefs, Chief Arval Rocking Horse. En hij is de bewaker van de pipe, een vredespijp, die van generaties, als er een kindje geboren wordt, zo'n beetje gelijk de Dalai Lama, die wordt gekozen door, ze denken dat dat een reïncarnatie is en dat kindje wordt aan de Dalai Lama. Het is een beetje hetzelfde. Als er een soort witte buffel geboren wordt op die dag, een wit buffelkalfje, dan gaan ze zoeken wie is de volgende pipekeeper. En deze man is dan nu al sinds zijn 18 jaar en die was ouder. Dit is zo wat een chief in dat reservaat. We gingen daar een documentaire over maken. Maar dat lukte echt heel slecht. Maar we zijn daar echt in contact gekomen met de jongeren die op die reservaten leven.
En die in heel schrijnende omstandigheden leven eigenlijk. En heel arm zijn. Dus heel veel zelfmoord bij die jongeren. En de cameraman die voor ons die documentaire aan het maken was, die zei, ja, maar ik ben de vriend van Chloe Zhao, de regisseur van The Rider. Dat zou jullie ook interesseren, die gaat er een film over maken. En zo zijn we met elkaar in contact gekomen. En zij woonde toen in dat reservaat. Zij was aan het researchen. Zij had net een film afgerond, haar eerste film. Die heet Songs My Brother Taught Me. En die was eigenlijk samen met ons in Sundance. Wanneer wij met Diary of the Teenage Girls in Sundance zaten, was zij daar met die film. En eigenlijk zo zijn we op die film beginnen werken. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be. Cinevox.